allemaal. Het is echt super lang geleden dat ik een video heb opgenomen. Maar nu ik een nieuwe camera heb, leek het me wel weer eens een keer tijd om een video op te nemen. Een shoplog van de Vibra. Vorige week hadden ze in de folder allerlei leuke artikelen voor de babykamer. En op zich hoeft dat niet alleen voor een babykamer te zijn, maar past dat ook prima op een peuterkamer, vind ik dan. Om te beginnen kocht ik dit fleece plaid. Mintgroen met allemaal sterretjes. Als we s'avonds op de bank zitten of s'middags als we een filmpje kijken, dan vindt Luc het echt heerlijk om samen met mij onder een kleedje te zitten. Maar zo'n groot kleedje, dat is niet handig. Want Luc is een echte peuter aan het worden, dus ik mag hem niet meer helpen met het kleedje goed over ons neerleggen. Deze is 90 bij 90 centimeter, dus dat is een lekker maatje om over zijn eigen benen heen te leggen. En het kostte €2,99. Vind ik geen geld. Dan hadden ze ook nog dit leuke, ja wat is het, woondecoraat ding voor op de muur. Met allemaal leuke sterretjes eraan in het grijs. Ja, vind ik gewoon leuk om aan zijn muur te hangen. En dat kostte ook €2,99. Ik vind dat grijs gewoon ook leuk. Hij heeft ook allemaal grijze muren op zijn kamer. En dus daar past hij leuk bij. Dan hebben ze ook nog hele leuke papieren opbergmandjes. Nou, die heb ik dan ook in het grijs gekocht. Opbergmandjes hebben we echt nooit genoeg op Luc's kamer. Boven de commode heb ik eigenlijk alles in mandjes zitten. Ook van de gastkinderen, zodat alles een beetje verdeeld is. Ik heb geen idee of dat papier bevalt. Maar dank je wel. Luc geeft ondertussen alvast de volgende spullen aan. Maar goed, ik dacht voor dat geld kan ik het niet laten liggen. En kan ik het gewoon proberen. Hij was €1,99. Oh, en hij is dan 25 bij 34 bij 20 centimeter. Dus niet heel groot, maar voldoende om gewoon eventjes wat prulletjes in kwijt te kunnen. En dan hebben ze ook nog een hele grote opbergzak. Ik heb zelf echt geen flauw idee wat je daar dus in moet bewaren. Maar ik zie dat wel eens voorbij komen op Instagram en zo. Dan denk ik, nou, het ziet er hartstikke leuk uit. Voor knuffels of zo. Nou vind ik knuffels zo los in een luxe kamer leggen helemaal niet zo'n heel goed idee. Maar ik dacht, misschien kunnen we er wat leuks mee bedenken. Hij was €3,99. En nou ja, voor dat geld wil ik het niet laten liggen. Hij is 25 bij 34 bij 60 centimeter. Dat is aardig groot. Misschien is het wel iets handig als een wasmand of zo. Oké, ondertussen rijdt Luc op een loopauto. Dus, ik heb de deur maar even achter me open gezet, want dan kan Luc een beetje heen en weer rijden. Verder ben ik echt gek op notitieboekjes. Daar heb ik er geloof ik inmiddels nog 30 lege van liggen. Maar ja, je kan ze altijd ergens voor gebruiken. Deze vond ik hartstikke leuk. Hij heeft een elastiek en is best wel dik, dus ik kan er veel in schrijven. En ik kan hem ook wel even openmaken om te zien of dat hij wel gelineerd is. Met een elastiek. Ja. Dus aan de achterkant zie je, het is op zich wel leuk om weer dingen in te schrijven over Luc, leuke uitspraken of zo en daar foto's bij te delen. Gaat het goed, Luc? Ja. Oké. Nou ja, van die geparfumeerde luierzakken heb je er ook nooit genoeg bij, nooit genoeg van als gastouder en moeder. Nou ja, wij gebruiken ongeveer 1 doosje per week. En ja, het scheelt gewoon een hoop stank in huis. Over stank gesproken, ik heb... moet even scherp worden. We hebben zo'n Airwick luchtverfrisser daar op de kast staan. En ze hadden navulling bij de Vibra. Maar ze hebben... Kan je dat zo zien? Yes. Maar ze hadden ook iets van een goedkoper merk. En nou weet ik niet of dat in hetzelfde apparaat past. Ik denk het wel, omdat de bovenkant hetzelfde is.
Dus ik ga gewoon eens kijken of zo'n goedkoper merk ook werkt. Want dat zou op zich best een hoop geld schelen. De Airwick was... Dankjewel, vent, voor het aangeven. Even kijken wat dat nou kostte. Nou, zo te zien was die van Airwick €2,69. En het goedkoper middel €1,59. Dus dat scheelt best wel. Dankjewel. Nou ja, make-up verwijderdoekjes heb je er ook nooit genoeg van. Dankjewel, Luc. Het is echt wel handig, zo'n assistent. En die kosten... Ik heb echt geen flauw idee. Ik kan het al niet... Oh, 69 cent per pakje. Dankjewel. Voor als Luc in bad gaat, dan gebruiken we altijd nog hydrofiele washandjes. En nou ja, op een gegeven moment gaan die hier gewoon... we gebruiken ze inmiddels al bijna 2 jaar. Dankjewel. Op een gegeven moment gaat het er gewoon goor uitzien. Dus ik dacht, ik koop even 6 nieuwe voor €1,49. En dan kunnen we weer even gebruiken. Dankjewel. En Luc is tegenwoordig helemaal into de boxershorts en hemdjes. Een stuk makkelijker dan de rompers die hij draagt. Gewoon qua schoonen. En ze hadden deze boxershorts voor €1,99. Nou ja, goed. Ja, het is gewoon een onderbroek. Deze vind ik wel echt super leuk. Met allemaal, wat zijn het? Insecten. Ik hou helemaal niet van insecten. Maar goed, hierop vind ik het dan nog wel geinig. Die was €2,49. Dan nog een witte. Want ik dacht, de zomer komt eraan. Dus als hij dan een keer een witte broek aan heeft of zo. Ik bedoel, nou ja, nu ik dat zeg, denk ik. Waarom zou ik Luc een witte broek aandoen in de zomer? Want dat is helemaal snel vies. Maar oké, een witte onderbroek nog erbij voor €1,99. Daar horen natuurlijk ook de hemdjes bij. Een witte voor €1,99. En daar had ik er dus nog eentje van gehaald. Volgens mij was dat het wel. Ja, ik had ook nog een vliegtuigje van Planes meegenomen voor Luc voor €2,49. Maar die ligt al tussen de auto's en daar is hij al volop mee aan het spelen. Had hij geen zin meer om te wachten op de shoplog die ik ging maken. Echt, nu zie je trouwens wel dat mijn wasband vol met kleren nog achter me staat. Moet ik nog even opruimen. Dus die deur kan gewoon weer dicht. Nou ja, goed, dat was de shoplog van de Vibra. Ik vind het altijd wel jammer dat bij mij in het dorp geen Vibra zit. Nu zit het in plaats verderop wel. Dus als ik daarheen ga, dan loop ik meestal met een tas vol spullen van de Vibra weer naar buiten. Bedankt voor het kijken in elk geval allemaal. En ik zou het leuk vinden als je je wil abonneren op mijn kanaal. Of in elk geval even een duimpje omhoog te geven. En laat een reactie achter als je nog wat wil weten. Of als je zelf ook wel eens bij de Vibra shop. Want wat vind jij van die leuke kinderkamercollectie die ze nu hebben? Ik lees het graag. Bedankt voor het kijken. Doeg!